Hellevoetsluis heeft tal van musea en bouwwerken met een historisch verleden. Traditioneel wordt elk jaar aandacht gegeven aan de opening van het komende museumseizoen. Op zondag 7 april 2013 was het Nationaal Brandweermuseum het decor waar het startsein werd gegeven voor de opening van een nieuw seizoen, vol met historische en culturele verrassingen. De bezoekers werden welkom geheten door de voorzitter van het museumplatform Hellevoetsluis, de heer Theo van Amersfoort. Ook van mijn kant graag welkom aan jullie allemaal, fijn dat jullie er allemaal zijn. Namens het museumplatform iedereen van harte welkom hier in het jubilerende Brandweermuseum, Nationaal Brandweermuseum. Een speciaal woord van welkom en we richten aan onze burgemeester. Heiningen, fijn dat u er bent. De burgemeester zal vanmiddag voor ons een openingshandeling verrichten en zo meteen ook nog wat tegen u zeggen. Dit weekend houden alle musea, aangesloten bij de Nederlandse Museumvereniging, het Museumweekend. En hiermee wordt het museumjaar feestelijk gestart. Tegenwoordig bieden veel musea meer dan alleen een kijkervaring. Musea dagen de bezoekers uit te onderzoeken, te beleven, te acteren, iets te doen. En daarom willen we potentiële bezoekers aan onze musea en monumenten uitdagen naar die musea te komen. Alle inwoners van ons mooie eiland Voorne komen van tijd tot tijd wel eens in Hellevoetsluis. En op deze plek zou ik hen in het kader van het thema van dit museumweekend op willen roepen: doe een museum. De samenwerking zal de komende tijd meer en meer gestalte krijgen. En dat kan voor het toerisme naar de vesting alleen maar een goede zaak zijn. Ik wens ons met elkaar een hele fijne middag. De officiële opening werd verricht door de burgemeester van Hellevoetsluis, de heer Erik van Heiningen. Nou, goedemiddag allemaal. Dank u wel, voorzitter. Het is voor mij een genoeg om op zondagmiddag, op zo'n zondige dag, waarin iedereen er weer zin in heeft, omdat het wat warmer buiten is, worden aandacht te vestigen op de musea en vooral ook weer de opening van het nieuwe seizoen. En dat het hier in dit prachtige brandweermuseum gebeurt, is voor mij ook wel weer iets extra's, zonder ook maar iets te willen afdoen aan de andere musea natuurlijk. Hè? Want wij kennen ze allemaal een warm hart toe. Maar het Brandweermuseum, misschien ook wel weer voor het jongetje in mij, dat blijft natuurlijk wel te trekken. Een museum is voor mij, en ik ga hier niet de hele middag over doorpraten, maar voor mij, en zoals het voor u ook denk ik geldt, is ook een plek om je samenleving te kennen. Ga je op vakantie, dan ga je de samenleving leren kennen, je eigen museum, hoe vaak kom je er? En als je geschiedenis niet kent, dan heb je al helemaal geen idee waar je naartoe moet in de samenleving. 2013. Aan de ene kant een jaar van opgaves en een lastige opgaves waar het gaat om samenwerking en budget. Aan de andere kant, het leven gaat verder. We weten deze regio ook militering en de nering moet zetten. En anders moet je nog eens een keer aan je vader of aan je opa of oma vragen. Of aan de buurman. En we weten ook dat 2013 een fantastisch jaar is met weer de reguliere activiteiten in Hellevoetsluis. Want er is al heel veel moois. En het is het jaar van 525 jaar Koninklijke Marine. Dat gaat ook nog wat kleur geven dit jaar aan Hellevoetsluis en ook is ook 200 jaar Koninklijke Marine. En het is ook het jaar dat de koning en de koningin op 21 juni voor de putten, maar in het bijzonder Hellevoetsluis gaan aandoen. Dus laten we met z'n allen een groot feest van maken en met de nadruk op met z'n allen. Ik wens u een goed jaar. De opening van het museumjaar bestond niet alleen uit een toespraak. Hieraan zat ook nog een officiële handeling verbonden. Buiten stond een oud blusvoertuig opgesteld, waaraan een heleboel ballonnen waren vastgeknoopt. De heer Van Heiningen werd uitgenodigd om de touwtjes door te knippen en de ballonnen te bevrijden. Dit verliep niet helemaal probleemloos. De touwtjes bleken door de wind flink in de war geraakt. Help.
Na 5 minuten touwtjes lospeuteren en hulp van vele vrijwilligers was het dan eindelijk zover en kon de heer Van Heiningen zich helemaal uitleven met een schaar. Nou, neemt iemand de tijd op, dan gaat hij nu bij deze. Ja, het gaat nu in. Dit was even een symbool voor samenwerken. Dus ik hoop dat er veel mensen op bezoek komen. Dat is 1. 2. 3. 4. Ja, nou gaat ie. Bravo! En nog één. En dit is de laatste. Statig schoten de ballon omhoog. Wij de wereld in. Na deze officiële handeling werden de gasten binnen uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Wij maakten nog even een praatje met vertegenwoordigers van deelnemende musea. Wat hebben jullie op programma staan voor de komende maanden? Dat klopt. We zijn inderdaad bestaat het lichtschip 12, 50 jaar. Op 23 maart 1963 is die van scheepswerf De Waal in Zaltbommel van de helling gerold. En is die vervolgens dienst gaan doen. En dit jaar is het dan 50 jaar geleden dat die in gebruik is genomen, zullen we maar zeggen. En wat gaan we doen? We gaan op 22 juni, dus een dag nadat koning Willem-Alexander en koningin Maxima hier in Hellevoetsluis komen. Oh, dat is een nieuwsje. Dat wisten we nog niet. Nee, echt? Komen ze? Ja, nee, maar dat zult u wel weten. Komen die dan in Hellevoetsluis? En de dag daarna, 22 juni, hebben wij aan boord een receptie waarin we uitnodigen mensen die ooit aan boord van het lichtschip 12 gewerkt hebben. Wat hebben jullie in dit museumjaar in petto voor de komende maanden? Heel veel activiteiten. De eerste woensdag van elke maand hebben we voor de kinderen, Doensdagen heette dat, een heel leuk evenement. Afgelopen woensdag is de eerste geweest. We hebben tot en met september zitten we vol met dokkingen. Heel veel dokkingen zijn er. Legt u even uit, dokkingen, dat is de schepen die in het dok komen liggen. Wat voor soort schepen? Van alles wat. Momenteel ligt er de oude mijnenjager, de Benisse. En een platbodem. En er komen allerlei schepen van beroeps tot plezier worden gedokt de komende periode. Dan hebben we 5 mei een heel leuk evenement. Het Nationaal Straatvoetbaltoernooi. Op de bodem van het Timmerdok. Met heel veel activiteiten op het buitenterrein. We hebben heel veel verschillende evenementen in de recreatiezaal. We hebben een trouwpartij, we hebben rondleidingen. Kortom, het is een en al bedrijvigheid de komende maanden in het dok. En we hopen dat heel veel mensen het dok komen bezoeken, want er is heel veel te zien en te beleven. Dankjewel. Niet zo dank. Kunst uit Leen is nog niet zo erg bekend, denk ik, in de omstreken. Maar jullie hebben altijd hele mooie exposities, heb ik wel eens gezien. Ja, wij doen erg ons best om elke keer weer iets leuks te verzinnen. En ook binnen het museumplatform proberen we toch soms ook wel aan te sluiten bij activiteiten die er zo door het hele jaar plaatsvinden. En dat kan zijn in de vorm van een opdracht voor kunstenaars of aansluiten bij het thema van een museumjaar of van een musea. Het kan ook heel goed zijn dat we dit jaar ook nog iets doen met jubilerende musea en dat we daar nog iets voor verzinnen. Maar dat staat nog niet vast. Hebben jullie ook veel kunstenaars vanuit, laten we zeggen, Voorne Putten en misschien ook wel van de omgeving die regelmatig exposeren? Ja, wij proberen dat een beetje af te wisselen. Wij zijn officieel de Stichting Beeldende Kunst Zuid-Hollandse Eilanden. Dus wij proberen ook de kunstenaars van de Zuid-Hollandse Eilanden wat extra aandacht te geven. En waar is de Kunst uit Leen? De Kunst uit Leen is aan de Opzomerlaan 106 en dat is naast het Theater Twee Hondjes.